Hier aan de Huibert Pootlaan in Alkmaar gaan iepen gekapt worden. Waarom? Die zijn ziek, die hebben last van de iepenziekte. En dan om te voorkomen dat de andere iepen ook ziek worden, gaan we deze weghalen. De iepenziekte is een schimmel die verspreid wordt door de iepsplintkever. En die vreet een beetje uit de bladokseltjes van de takken. En daarmee verspreidt hij een schimmel. Die schimmel is eigenlijk heel erg, is niet heel erg heftig voor de boom. Maar de boom heeft een extreem soort allergische reactie op. Die hij daardoor al zijn houtvaten dichtzet en zichzelf verdroogt. Als de schimmel eenmaal in de boom zit, kan die ook door wortelcontact aan andere bomen doorgegeven worden. Dus vandaar dat we ze preventief kappen om dat te voorkomen. En ook om broednesten voor de spintkever te voorkomen. Dus we hebben het protocol dat als een zieke boom wordt ontdekt, moet die binnen 2 weken weg zijn. En eigenlijk is dat ook bij particulieren is dat ook zo. Als particulier een iep in de tuin heeft staan en die is ziek, dan moet die ook binnen 2 weken weg zijn. En dat moeten ze op dat moment zelf organiseren, dat die weggaat. Bruine verkleuring zijn die verdroogde banen. Het hoort gewoon mooi wit te zijn. En kan je dat niet voorkomen dan, op een of andere manier? Ja, in principe preventief vanaf nu vooraf kappen. Want we zien dat ze aangetast zijn, halen we ze alvast weg. Om te zorgen dat de schimmel die erin zit niet verspreid wordt. En niet verder verspreid wordt in andere bomen.